Welkom bij Ludiek. Leuk dat jullie weer kijken. Ik dacht, ik ga jullie vandaag meenemen en wat stempeltjes uitzoeken. Samen met jullie misschien wel een leuk projectje maken. Ik had vanavond even deze envelop gemaakt en toen dacht ik, ach weet je, laat ik meteen even een filmpje maken en opnemen, want het is eigenlijk heel superleuk. En daarna volgen de eierenkaarten. En ik heb een hele leuke plannenpagina gemaakt. Dus ik ben weer lekker bezig. En ik dacht, laat ik dat eens even met jullie delen. Wat gaan we doen? Ik heb gebruikt een stukje crème of wit papier van de Action. Dat is 21 x 21 centimeter. Daar gaan we de envelop van maken. Daar kom ik zo op terug. Dan heb ik gebruikt Breeze stempelkussen. Bruin tint. En ik heb gebruikt de Soft Noga. Mijn stempelkussentjes zijn een beetje vies. Ik heb de grijze tint gebruikt. Maar misschien heb je wel van je Tim Holtz inkt of andere inkt een grijze tint. Dat kan natuurlijk ook. Eventueel een fineliner. 0,5. Hoeft niet, mag wel. En ik heb een witte gelpen gebruikt. Deze is van Sakura. Is ook niet essentieel. Je kunt bijvoorbeeld ook met witte verf wat je nog hebt liggen of wat andere dingen is, kun je ook prima werken. Is helemaal geen enkel probleem. En ik werk met twee penselen. Dat is de Van Gogh nummer 6 uit mijn hoofd. Ik zie hem hier niet meer opstaan. En de Van Gogh nummer 2. Deze is eigenlijk altijd een beetje nummer 6, mijn standaard penseel. En heb ik nou wat fijnere lijnen, dan trek ik hem meestal met de 2. Oh ja, en ik heb natuurlijk post-it blaadjes om even dit kader af te dekken. En ik heb mijn aquarel tint. En in deze doos van denk 48 napjes zit in ieder geval ook die bruin tinten. En deze bruin tint hier onderop ga ik gebruiken. En ik kan de kleurnummers opschrijven, maar weet je, misschien is het ook gewoon handig om gewoon eens te kijken wat jij hebt en dat je jouw bruintinten gewoon gebruikt. En ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon ook heel mooi kan zijn. Zeker als je gewoon hele goede kwalitatief goede verf hebt, waardoor de pigmenten ook heel intensief zijn en mooi uitkomen. Stempeltjes gebruikt, dat is nummer 360. Nummer 356 en de Botanical stempel. Die weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, het nummer. Maar zal ik ook wel even voor jullie opzoeken en onderaan het filmpje straks erbij zetten. Nou, dat was eigenlijk alles. Oh ja, dan moet ik nog even zeggen. Deze waren in hout, zijn op hout te verkrijgen. Ik zorg in ieder geval dat je ze ook een mounted even in de webshop kan vinden. Deze staan er nog niet in, dus dat moet ik wel even toevoegen. En deze staat er wel in. Dus voor degene die met de stempelhulp werken, is dat misschien wel heel erg handig. Ik heb hier, eens even kijken, een envelop punchboard. Nou, heb ik al een beetje uitgemeten. Ik wil een gewone maat envelop hebben. En mijn gewone maat envelop die staat, die is 10,2 keer 15,2 centimeter. Dat houdt in dat mijn papiertje 21 keer 21 moet zijn. En dan ga ik hem rillen of snijden op 8,6. Nou, waar zoek je nou 8,6 op? Dit zijn inches. En ik moet even goed kijken. Hier staat 8,6. Dus dan ga ik even mijn papiertje hier op dat linkerpunt 8,6 leggen. Zo, nou als dit goed is, moet die nu goed zijn. Dan druk ik dit knopje even in en ik trek me hier meteen een lijntje. Dan leg ik hem zo neer. Oh ja, lijntje trekken. Dat wil ik veel te snel natuurlijk. En zo maak je hem eigenlijk helemaal rond. Dus je hoeft maar één keer dit punt vast te zetten of op te zoeken. En daarna eigenlijk niet meer. Tenzij, moet ik wel even kijken dat ik het helemaal goed heb gedaan. Dat ik ze goed gelijk leg. Want anders, kijk hier, dan kom je op dit randje niet uit. Maar goed, dat kan op zich niet zoveel kwaad. Kijk, en dan heb je eigenlijk je envelop, heb je
Klaar. Oh ja, weet je wat toch wel leuk is? Om even... Ik ga dat lelijke puntje vouw ik gewoon straks even naar binnen. Kijk, dat zit hier. Dan moet ik eigenlijk mijn envelop, als je dat nou hebt, vouw je hem gewoon zo naar binnen. En dan vouw je straks dit puntje een beetje strak eroverheen. Je kunt hier nog aan de bovenkant en hier, als je dat wil, een puntje aan ponsen. Dat doe ik met deze kant. En ik zal dat ook even met deze kant doen. En ik vond het eigenlijk wel weer eens leuk om een envelop te maken. Nou, deze leg ik neer. Stempeltjes nodig, je inkt even. En wat misschien wel van belang is. Ik ga even kijken. Ik heb hier een kader heb ik uitgesneden. En mijn kadertje heb ik erop gelegd. Nou was mijn kader geloof ik een beetje scheef. Dus zorg wel dat je een recht kader knipt. En ja, ik geef geen maten. Omdat ik het gewoon leuk vind. Kijk, je kunt het ook zo doen. Maar dan zie je zelf dat je eigenlijk een heel klein stukje van de envelop stempelt. Dus ik denk dat je gewoon zelf eventjes moet kijken. En zo moeilijk is dat niet. Oh, dan knip je hem een beetje zo of zo. En dan leg je het erop. En dan denk je, oh, hier een randje eraf. Zorg in ieder geval wel dat je die plakrand aan de bovenkant houdt. Zodat in ieder geval één kant helemaal plakt. Zie je, die voor mij is niet helemaal recht. Maar we gaan het er vanavond maar even mee doen. Even kijken, zo is hij een beetje het midden. Stempeltjes. Grijs en bruin. Eén veertje stempel ik met een grijs tint. Dat is een pigmentinkt. En de pigmentinkten zijn niet watervast. En ik ga ze gewoon willekeurig ergens neerzetten. Dat maakt voor de rest helemaal niet zoveel uit. Hier heb ik de breezer. Zo. Ik denk dat ik ze wel een beetje om en om verdeel. Doe ik er daar weer heen. Hier kan er nog wel één. En dat hoeft helemaal niet zo uitgedacht. Hè? Want het is ook wel leuk als er een stukje. Dat je misschien nog een stukje van die andere stempel ziet. Wat ik alleen niet zo mooi vind. Dat had ik bij die andere. Als je hier net. Als je hem zo stempelt. Waardoor je net een klein stukje. Alleen het steeltje eruit hebt hangen. Dat is eigenlijk niet zo mooi. Het is een beetje een gek gezicht. Deze doe ik maar zo. Ja, je zou het er nog zo even kunnen doen. Kijk, heb je net een paar dingetjes. Wel, ik vind hem zo eigenlijk wel leuk. Je kunt hem zo laten, ben je heel snel klaar. Maar doordat dit een pigmentinkt is, kun je er ook met water overheen. En dan verloopt hij een beetje. De brieze is watervast, dus die verloopt niet. En nu ga ik eigenlijk mijn aquarelverf erbij pakken. En nu is het alleen een beetje spelen. Met de bruin tinten die in mijn palet zitten. Ik hoop dat jullie dit zo een beetje kunnen zien. En kijk, ik ga als eerste in mijn water. Een beetje zo, mijn water. En mijn bakje. Ga ik alleen met water. Ga ik over de grijze inkt. En als die nog een beetje nat is. Tenminste net gestempeld is, kun je hem nog heel goed laten verlopen. Zie je dat? Een heel klein beetje water. Dan ga ik er nog even overheen. Dat lukt dus niet bij de breezer, want die is watervast. Wat je wel zou kunnen doen. Ik heb hier toevallig nog een paar restjes bruin. Ik gebruik een beetje deze bruin tinten. Nou is de bedoeling dat je heel licht gaat werken. Je kunt altijd nog iets donkerder, maar je kunt niet meer van donker terug naar licht. Wat ik heel vaak hoor is dat mensen zeggen, oh het is zo moeilijk om te werken met aquarel. Maar wat zijn we gewend van een stempelkussen dat we er flink in dopen, want de stempel moet goed beïnkt worden. Eigenlijk is dat met aquarelverf andersom. Want als jij je penseel hier helemaal indoopt en lekker veel eraan,
dan heb je het hier, werk je ook ontzettend dik. Het is gewoon zonde. Er zit zoveel pigmenten, zoveel verf aan je penseel, dat ik vaak mijn penseel nat maak. Ik ga over deze tint doen, dus een beetje die roodbruin. En ik doe hem hier een beetje op af. Wil ik wat dunner werken, dan zorg ik dat ik mijn penseel eigenlijk bijna niet nat maak. En zo kan ik ook hele dunne lijnen trekken. Die roodbruine tint, die vond ik wel een beetje grappig bij. Deze ga ik maar even doen. Bij deze, bij dit veertje, die grijze. Nou, dan maak ik mijn penseel een beetje schoon. Nou, ga ik dit, die bruin tint, die ga ik wat uit laten lopen. Je hebt hier nog voldoende met water gemengd in je paletje staan. En nu ga ik er overheen. En ik zou je wel vertellen dat elk veertje weer heel anders wordt. En ik eigenlijk bijna niet hetzelfde veertje kan schilderen als dat ik net heb gedaan. Nou, dit vind ik ook nog wel. Heb ik nog wat bruin. En dan vind ik het al wel grappig om hier gewoon dit alvast met een beetje bruin te doen. En dan is het wel leuk om wat wit te laten. Dus dat we niet alles helemaal vol duwen met bruin. Kijk, deze. Wel gezellig, hè, zo dat we weer eigenlijk een beetje schilderen. Het is zo lang terug dat ik online workshop heb gegeven. Nou, die hebben we gedaan. Nou vind ik dat hier. Kijk, nu pak ik hem eigenlijk puur. Ik maak dus niet mijn penseel nat. En ik ga een heel dun lijntje hier zetten. Zie je dat er meteen wat diepte in komt? En dan kun je altijd nog, zou je, maar dan zou ik denk ik een iets dunnere penseel pakken. Maak het puntje ook nat. Dan kun je wel heel dun, als je dat leuk vindt, zo nog wat lijnen door laten lopen. Nou, ik vind hem eigenlijk zo, is hij eigenlijk al goed. Want je hebt hier de diepte erin dat hij wat donkerder is. En je hebt hier nog een beetje die grijs tinten er doorheen. En ben je nou nog niet tevreden, wil je het nog iets donkerder? Kijk, dan pak je gewoon de verf iets puurder hier. En dan maak je dit gewoon wat donkerder. Zie je? Nou heb ik hier ook nog een beetje aan mijn penseel zitten. En ik vind dat het zonde om weg te gooien. Dus ik ga hem nu even nat maken. En nou trek ik meteen, van hier ook nog wat strepen. En je ziet wel dat het meteen een wat dikkere lijn is. Dus ik weet helemaal niet of ik dit nou alweer zo mooi vind. Maar daar komen we ook wel weer overheen. Kijk, je kunt hem al met je beetje bruin. Nou, en als je het niet genoeg bruin vindt, dan doop je hem of even hierin. Pak je hem weer wat purer. En dan trek je gewoon wat lijnen. Ik heb hier gewerkt op papier van de Action. En eigenlijk is het kwalitatief niet helemaal geweldig papier. En dat zie je ook. Omdat als je heel veel water hier gebruikt, dan gaat het papier gewoon rullen. Dus dan zou je eigenlijk wat duurder aquarelpapier moeten kopen. Maar het is maar net hoeveel waarde je daaraan hecht. Kijk, en hier kun je weer voorzichtig wat lijnen. Als je nog wat strepen in wil. Zo weer gaan uitzetten. En dan straks kan je hier, dat doe ik daar nog niet, want het is nog niet helemaal droog. Als je het leuk vindt, zou je met een witte fijnlijner, een witte jelly roll. Of misschien heb je nog wat anders. Dan weer een beetje witte verf of zo. Kan je hier nog wat stippen maken. En ik heb ook nog wat. Ook wel grappig. Nog wat witte strepen hier doorheen gezet. Nou zie je het wat moeilijk. Omdat het hier nog wat nat is. Zo. Nou, ik wacht even tot die straks droog is. En ja, zo gaan we hem eigenlijk helemaal een beetje opwerken.
Hier heb ik nog weer een beetje zwart. Moet ik met mijn dunne penseel. Dus het is eigenlijk elke keer gewoon kijken naar je werk. En dan denk je, oh, ik vind het nog niet helemaal. Oké. Nou, gaan we een beetje verf erbij doen. Kijk. Dan maak je hem hier dus donker. Dat doe ik maar heel voorzichtig, want het is vaak zo. Zo, en dan ga ik straks daar weer misschien wat witte bolletjes erin zetten. Deze had ik. Ik heb hier een beetje bruin tinten gebruikt. Je zou ook nog wat. Dat is ook wel grappig. Ik heb deze bijvoorbeeld of die. Kijk, dit is weer wat geler. Kan je er ook wel weer bij gebruiken. Zo, tip je het een beetje. En ik heb hier een blauw. Dat is aan het eind heb ik altijd. Oh, dat is mijn favoriete kleur. Dat is de 708. En die 708, dat is eigenlijk altijd een tint. Die, misschien kunnen jullie het zo wel zien. Ik zal even kijken hoeveel ruimte ik heb hier. Die je altijd heel goed voor achtergronden ook kan gebruiken. En die vind ik hier ook wel mooi. Om die erin te zetten. Oh, is een beetje veel. Kijk, dan laat ik hem hier gewoon een beetje doorlopen. Je mag hem best vanuit deze hoek zo. Ik heb eigenlijk zo de lijn getrokken voor de wat donkere stukken. Kijk, oh. Je mag hem ook hier wel wat donkerder trekken als je dat wil. Dan moet hier toch maar iets erbij. Ga ik hem nu met een beetje water vermengen. Nou, dan gaan we weer naar de grijze. En die deed ik weer. Ja, dan kan je ook weer met een ander tintje bruin gewoon doen. Deze, denk ik, is ook wel mooi. Nou, maak ik hem weer wat bruiner. Kijk, dit is dus, als je heel veel verf heb, waardoor het bijna niet verloopt. Dan maak ik hem hier maar wat donkerder. Is ook wel leuk. Zo, en het is maar net wat er met je penseel gebeurt. En hoeveel je erop hebt zitten. Nou, heb ik hier nog een beetje. Of doe maar deze. Dan pak ik hem hier nog even wat donkerder. Nou ja, zo wordt mijn veertje eigenlijk weer heel anders. Dit is dus, als je hier kijkt, is het dus weer dezelfde als die. Als die, en ze zijn elke keer weer heel erg verschillend. En dan ga ik hier, ga ik ook even een paar donkere puntjes inbrengen. Oh, en misschien doe ik er nog wel wat witte stippen door. Vind ik ook nog wel leuk met mijn gelpen. Kan ik straks ook altijd nog eventjes doen. Wat gaan we nu doen? Nee, deze kleur is ook wel leuk. Kijk, dit is eigenlijk net op het randje. Maak hem van hier weer wat donkerder. Nou, daar hoef je niet zo heel veel aan te doen. En dan gaan we weer naar deze. Dit is nog wat ik aan mijn kwastje heb zitten. Daar heb ik nog een beetje blauw. Nou, zit ik niet zo heel goed voor, dan kan ik het weer niet heel goed zien. Nou, en zo ga je eigenlijk gewoon elke keer. Ga je maar verder. Oh, dit is heel zwart. Kijk, dat moet ik niet hebben.
Dus eigenlijk hou ik die middenlijn aan. Dat maak ik donkerder. En van daaruit ga ik hem een beetje. En je kunt, kijk, dit is ook nog wel grappig. Dat onderstuk kun je ook nog wat donkerder maken. En hier kun je ook, als je dat wil, die hele lijn zo aanhouden, wat donkerder. En het is een kwestie van elke keer kijken naar je werk. En dan denk je, nou, ik geloof niet dat dat het is. Er mist nog wat. En dan kun je het zo met een beetje water, kun je het gewoon weer vervagen. Nou, en zo ga je hem eigenlijk helemaal opwerken. En dan zie je, ik heb die allemaal gedaan. En nou is deze nog eigenlijk een beetje vlak qua kleur. Wat gaan we daar doen? Geen idee, ik doop hem maar ergens in. Deze had ik ook nog ergens. Oh, een beetje oranje misschien. Oh, oranje is er misschien ook wel leuk. Dan gaat hij misschien een beetje meer leven. Kan ook nog. Even proberen. Een beetje oranje. Even kijken hoor. Ik heb hier. Oh, dat is wel grappig. Kijk. Hij wordt een beetje. Gaat hij een beetje meer leven. Dan moet hier ook wat oranje. Een beetje leven in de brouwerij. Kijk. Leuk kleurtje ertussendoor. Nou, en als je het niet mooi vindt, smeer je er weer een beetje bruin overheen. Zo simpel is dat. We hebben hier weer. Ga hem hier nog maar weer iets donkerder maken. Kijk, daar hebben we een beetje bruin gelaten. En dan ga ik hem hier weer iets donkerder zo maken. Eigenlijk geven de lijnen. Hier geeft het ook aan, hè. Kijk. Nou, geloof ik dat ik hem wel aardig vind. Dan haal ik deze weg. Dan heb je toch eigenlijk een hartstikke leuke. Oh, daar ga ik nog een beetje wat mee doen. Kijk, dan ga ik hier straks met een fijnlijner even een lijntje trekken. Kun je een liniaal voor gebruiken? Dat je hem gewoon zo recht legt. Fijnlijner van 0,5 gebruik je. En. Nu zie je eigenlijk dat ik hier een heel klein stukje van het veertje gestempeld. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo mooi. Dus als je nou zo'n stukje ziet. En in dit geval is het deze. En weet toch niemand hoe ooit die stempel was. Dus zet ik er gewoon even een stukje overheen. Kijk, nou ziet het er wat beter uit. Nou, die laat ik nog een beetje verlopen zo. Helemaal leuk. Even mijn water weg voordat het omvalt. Mijn grijze inkt. Nu, wat je nog kunt doen. Ik zou dit er nog even op laten zitten. Kijk. Gaan spetteren. Ik hoor altijd van heel veel mensen die dat ook heel erg lastig vinden. Moeilijk vinden. Krijg het niet zoals ik het hebben wil. Wat ik eigenlijk gebruik. Je kunt zo met je vingers ergens op tikken. Ik vind het ook erg makkelijk om een potlood of iets anders eronder te leggen. Net wat je voor handen hebt. En om dat te gebruiken. Nu is het zo. Dat ik zal hier eventjes wat onderleggen. Voordat alles helemaal onder zit. Nu is het wel zo. Hoe meer water je gebruikt. Hoe grover je spetters zijn. Dus ik zal het laten zien. Kijk, dit is best wel. Wat meer water. Heb je gewoon wat minder water. Krijg je gewoon hier wat fijnere spetters. Dus het hangt ook van het watergebruik af. En dat is een kwestie van een beetje ermee spelen. Je hoeft misschien niet eens in de verf te dopen. Want alle kleurtjes die je hier hebt liggen. Die je een beetje nat maakt. Zul je ongetwijfeld kunnen gebruiken. En dan wordt het ook nog wat lichter. Ik zal deze even. Een beetje keren, dat het een beetje droog is. Kijk.
Je kunt ook met twee kleuren spetteren. En dan neem je nog een kleur. Werk ik altijd wel in dezelfde tinten. En dan regel je dat. Kijk, is toch helemaal leuk. En wat je ook nog kunt doen. Dan ga ik het niet allemaal afdekken. Want ik ben al een beetje van het gemak. We hebben hier die soft Noga. Hè? Dit een beetje opruimen. Soft Noga. En dan kun je. Even kijken. Ik heb mijn stempel ook niet schoongemaakt trouwens. Oh ja, deze gingen we laten liggen. Hè? Want we willen daar middenin of adres zetten. Of misschien maak je er wel een leuke cadeau-envelop van. En dan doe je de cadeaubon bij. Doort je cadeaubon stempel je erin. Kijk, doen we zo'n tekstje. En het is op zich helemaal niet erg als het naar de achterkant een beetje doorloopt. Of een klein stukje van een tekst. Komt eigenlijk gewoon omdat ik geen geduld heb en het te veel werk vind om allemaal nog goede malletjes te knippen. Dus daarom dek ik het dan gewoon weer niet af. Kijk. Zo. Nou, en dan vind ik dit eigenlijk weer niet mooi. Hier. Dus dan ga ik nog een beetje met gelpen. Oh, dit is ook nog wel leuk om hier nog, kijk, doe hier nog een beetje. Dek je nog een beetje wit overheen. Heel dun. Kijk, dan loopt het ook nog een beetje uit. Is misschien ook nog wel grappig. Deze maak ik nog iets witter. Nou zie je ook dat die witter wordt omdat nou de verf wat droger is. Nou ja, zo eigenlijk. Kijk, en dit is ook net jammer, want die. Dat is niet zo heel mooi gestempeld. Die zou ik denk ik met verf nog een beetje doortrekken. Zo. Of je trekt straks de lijn en dan valt het ook niet zo heel erg op. Dus ik heb deze gemaakt met de lijntjes en deze. Dan gaan we de envelop even in elkaar plakken. En even tape zoeken. Kijk, plak een stukje zo. Plak een stukje zo. Even mijn mesje hebben. Die lag hier. Trouwens, wat je ook nog zou kunnen doen, is die veertjes. We werken nu wel in bruin tinten, maar je kan natuurlijk ook in allerlei blauw tinten werken. Je zou nog in groen tinten kunnen werken. Is natuurlijk ook super leuk om te doen. Leuk. Kijk, nou, dat is toch hartstikke. Kijk, en dan moet je dus niet doen wat ik heb gedaan. Dus ik zou je kader wel een beetje in het midden houden. Mijn afstand hier is iets groter dan hier. En dat is gewoon omdat ik dan weer te snel ben. Zie je dat? Dus als jullie dat gaan doen, ga je dat natuurlijk keurig netjes doen. Nou, dan kun je hem dichtvouwen. Kun je een leuke tekst opzetten. Je kunt het adres van iemand erop zetten. Je kan er een leuk cadeaubon van maken. Cadeautje voor jou. Doe er een geld in. Of dan maak je misschien nog een leuk bandje eromheen. Oh kijk, ik heb hier toevallig een stukje tekst liggen. Spring is in the air. Nou, huppakee. Of hoera, kan ook nog. Als je hoera stempel eroverheen zet. Cadeautje kan je erbij gebruiken. Oh, er zijn eigenlijk zat mogelijkheden. Dus ik hoop dat ik jullie hier mee wat inspiratie heb gegeven. En dat jullie ermee aan de slag kunnen. Dan wens ik jullie nog een gezellige avond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Leuk dat jullie erbij waren. En gaan we op naar de volgende workshop.